Hallo beste kijkers, in dit korte filmpje gaan we even kijken naar chemosynthese. We kennen fotosynthese, waarbij koolstofassimilatie plaatsvindt met licht als energiebron, vandaar foto's. Maar je kan ook chemische energie gebruiken als energiebron om vervolgens koolstofassimilatie te doen, oftewel kooldioxide vast te leggen in organische verbindingen. Dan hebben we dus chemische energie van een of andere reactie, daar kijken we zo naar. En die leg je vast in chemische energie in een organische stof, die je dus goed kan verbranden, die je ook als bouwstof kan gebruiken enzovoort. Dat kunnen een aantal bacteriën en archaea, die kunnen dus chemosynthese doen. Dat chemo omdat ze een chemische reactie gebruiken en het synthese natuurlijk omdat ze assimilatie doen, koolstofassimilatie, met behulp van die chemische reactie. Die zijn dus chemo-autotroof. Ze hebben geen voeding nodig van andere organismen. Kunnen ze zelf maken. Maar ze hebben natuurlijk wel een toevoer nodig van die chemicaliën waar ze die reactie van gebruiken. En natuurlijk zijn daar enzymen die oxidatiereactie, want daar gaat het om, die dat controleren en zorgen dat de energie die uit die oxidatiereactie komt, dat die ook echt vastgelegd wordt in bruikbare energie voor de cel, zodat hij die koolstofassimilatie kan gaan doen. En natuurlijk, als je eerst die chemische reactie gecontroleerd hebt laten plaatsvinden, je hebt dan ATP of zo gemaakt, waardoor de energie gebruikt kan worden voor een vervolgstap, dan moet je natuurlijk in een vervolgstap die energie weer gebruiken om CO2 vast te leggen. Anders maak je nog steeds geen organische stoffen, zou je nog steeds niet autotroof zijn. Er zijn een aantal reacties mogelijk die in de natuur veel voorkomen, die ook heel belangrijk zijn voor bijvoorbeeld voor de cyclus van stikstof. Nitriet- en nitraatbacteriën, die kennen bijvoorbeeld elk een apart trucje. Nitrietbacteriën kunnen ammoniak oxideren tot nitriet. Daar komt dan energie uit waar ze dan dus vervolgens van leven. Nitraatbacteriën kunnen een vervolgstap doen. Nitriet oxideren tot nitraat en daar ook weer energie uithalen. We weten inmiddels dat er ook bacteriën zijn die allebei de trucjes kennen en dus uit allebei die stappen energie kunnen opvangen. En dat is zo belangrijk omdat ammoniak voor planten een slecht bruikbare stof is. Ze kunnen het opnemen, maar het is wat giftig en het is wat lastig voor die plant om er de stikstof uit te halen. Het kan allemaal wel, maar zeker niet ideaal. Terwijl nitraat voor planten een hele goede stikstofbron is. Dus deze omzetting waar die autotrofe bacteriën dan profijt van hebben omdat ze de energie uithalen, is voor planten ook heel prettig omdat zij daar nitraat als eindproduct uit krijgen. En dan hebben we nog zwavelbacteriën, die leven meestal onder zee, in bronnen, vulkanische bronnen, waar het heel warm is, maar waar ook veel zwavel uitkomt, waterstof, sulfide eigenlijk. En dat oxideren ze dan weer tot zwavel en dat kan je in een vervolgstap nog een keer oxideren tot zwavelzuur. Dat valt natuurlijk uit elkaar, net zoals ook een nitraat normaal gesproken uit elkaar valt. Uit die beide stappen, die beide oxidatiereacties, kunnen ze energie halen en ook daardoor kunnen ze dus weer chemo-autotroof zijn. En zo zijn er onder zee dus een aantal ecosystemen die eigenlijk bijna helemaal draaien op chemo-autotrofe organismen. Ook in de bodem van een gewone grond vindt dus chemo-autotrofe omzettingen plaats, zoals bij die nitriet- en die nitraatbacteriën. Die zijn voor de totale biomassa, voor de productie van zo'n ecosysteem, vaak minder belangrijk. Maar bij die zwavelbacteriën, die spelen vaak juist in dat ecosysteem de hoofdrol als het gaat om producent zijn in ecologische termen. Nou, dit waren in het kort een aantal voorbeelden van chemosynthese. Heel belangrijk voor de natuur dus. Sommige ecosystemen die dus geheel in het donker kunnen bestaan dankzij de toevoer van bijvoorbeeld zwavel. Tot een volgend filmpje maar.